Het moederbedrijf van Facebook, Medda, legt de plannen voor de bouw van een datacenter in Zeewolde voorlopig stil. Dat laat het bedrijf vanmiddag weten. Verslaggever Arend Dubbelboer die praat ons bij over het laatste nieuws. Arend, waarom heeft Meta dit vanmiddag besloten? Ja, dit moederbedrijf van Facebook komt met een korte schriftelijke reactie. En daarin staat: Gezien de huidige omstandigheden hebben wij besloten onze ontwikkelingen in Zeewolde te pauzeren. In datzelfde korte persbericht hebben ze het ook nog over het zijn van een goede buur. In de situatie zoals dat nu in Zeewolde is, zegt het bedrijf, kunnen wij niet als een goede buur met, uh, in, in Zeewolde uh, terecht. En ziet het bedrijf zich eigenlijk genoodzaakt dus om de, de activiteit op dit moment uh, te pauzeren? Ja, want dat moederbedrijf van Facebook, MEDDA, lag de laatste tijd nogal onder vuur. Nou, ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Uh, als we kijken bijvoorbeeld naar uh, wat er recent allemaal gebeurd is. Als we kijken naar uh, de gemeenteraadsverkiezingen nog maar een paar weken uh, geleden. De partijen die tegen de komst zijn van een uh, datacenter waren de grote winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen. Denk dan bijvoorbeeld aan de ChristenUnie die er een uh, zetel op vooruit is gegaan. Maar uh, met name Leefbaar Zeewolde. Die partij die verdubbelde in aantal, heeft nu tien zetels en daarmee ook gewoon een absolute meerderheid uh, in uh, de gemeenteraad van uh, Zeewolde. Daarmee is toch vanuit Zeewolde zelf wel een, een, een signaal gegeven over wat het nu precies wil met het uh, datacenter. En daarna is er ook in de Eerste Kamer een motie aangenomen met uh, daarin uh, de strekking om vooral ook uh, te, te, te stoppen met uh, de, de bouw van uh, grote datacenters. Zorgen dat er eerst uh, goed beleid moet komen. En dat dus ook uh, Zeewolder nu eigenlijk gewoon even moet stoppen en pas op de plaats moet maken. Nou, die motie is aangenomen. En dan ook nog weer vandaag ook in de Tweede Kamer een motie met eenzelfde uh strekking, ook aangenomen. Uh, en dat lijkt dus in ieder geval uh, vandaag voor uh, Medda in ieder geval uh, de druppel uh, te zijn om in ieder geval nu dit besluit uh, te nemen om dus in Zeewolde een pauze in te lassen. Ja, dat nieuws dat kwam vanmiddag in de loop van de middag bij ons binnen. Heb je al reacties? Ja, de eerste reacties die komen nu binnen. We hebben het over uh, Tom Zonneveld, de lijsttrekker van Leefbaar Zeewolde. Die laat weten super blij te zijn. Hij noemt het een uh, mega stap vooruit. Hij heeft het inderdaad ook over, nog even over de gemeenteraadsverkiezingen, dat stemmen dus echt werkt en dat er nu inderdaad dit signaal op deze manier is gegeven. Maar hij voegt er ook aan toe dat er vooral niet te vroeg gejuichd moet worden, want het is een pauze en het is nog niet afgeblazen. En hij voegt er zelf nog aan toe dat het hopelijk is dit het uitstel wat uiteindelijk leidt tot afstel. En dan hebben we nog een reactie, dat is van het college van burgemeester en wethouders. Die hebben nog niet de reactie over dit besluit van Meta, maar die zitten nu uh, bijeen in het gemeentehuis. En die komen later nog met een officiële reactie.